Goedenavond. Ik ben er klaar voor. Ik hoop jij ook. Kan je even reageren als je hier bent en of je mij goed hoort en of je mij ziet? Dus graag even een reactie. Het is voor mij altijd fijn om te weten dat ik tegen mensen praat. Ik zie twee mensen aanwezig. Linda, hallo Linda. Vijf mensen aanwezig. Zes. Druppelt binnen. Ik ga nog heel even wachten. Mark. Ah, dankjewel Mark. Angela. Kijkers in België. En in Nederland zie ik. 10 mensen aanwezig. Dag Anne. Fijn dat je erbij bent. Dag Astrid. Zestien mensen. Jessie, hi. Achttien mensen, dus ik ga nog heel eventjes wachten. Negentien mensen, dag Dian. 21 mensen. Dag Nicole, goedenavond. Dag Inge. Voilà, ik ga van start. Zou kunnen toch mensen binnenkomen, maar dan hoor ik het wel. Fijn dat je erbij bent. Het is voor mij ook een spannend moment. Het is mijn allereerste Facebook Live en dan nog over een onderwerp dat mij mateloos boeit. Ondernemerschap. Wie ben ik en waarom doe ik dit? Ik ben Katrien van de Water. Ik ben oprichter van Passion for Work. Ik heb dit bedrijf 11 jaar geleden opgericht nadat ik een bore-out en een burn-out had gehad voor mijn 30ste. Ik kom niet uit een familie van ondernemers. Dus de enige ondernemer die ik op dat moment kende, was de bakker om de hoek. En ook in mijn vriendenkring waren er geen ondernemers. En toch heb ik de stap gezet. Waarom? De pijn was te groot. Ik liep gewoon stevast vast in loondienst. En het verlangen naar een ander leven was ook heel groot. Dus de combinatie van de pijn die groot genoeg was en het verlangen dat groot genoeg was, maakte dat ik de stap gezet heb. En ik heb die stap mij nog nooit beklaagd, ook al is het niet altijd roze geur en maneschijn geweest. Er zijn echt wel momenten geweest en meer dan eens dat ik dacht, waar ben ik in hemelsnaam aan begonnen? Er zijn momenten geweest dat het huilen mij nader stond dan het lachen. Er zijn momenten geweest dat ik nee moest zeggen als er leuke feestjes waren, dat ik doodmoe was enzovoort. Maar er staat ook heel wat tegenover. Als ik kijk naar hoeveel stukken van mezelf die ik ontdekt heb, waar ik nooit van gedacht had dat die in mij zou hebben. Een heel, heel, heel grote creativiteit, een verbindingskracht, een netwerkkracht. Dat wist ik niet van mezelf. Dus dat is heel fijn om dat ontdekt te hebben. Ik heb hele mooie dingen zien gebeuren bij klanten, waar dat mij ook echt dagelijks heel veel voldoening geeft om al die doorbraken te mogen zien. Ik werk samen met een topteam, wat mij ook heel erg blij maakt om met zo'n geweldig team samen te werken. En het heeft deuren geopend die dat ik zelf nooit voor mogelijk had gehouden. Ik ben een aantal keren op de radio geweest. Ik ben meermaals in de pers verschenen. We hebben gewerkt voor bedrijven in binnen- en buitenland zonder ooit cold calling te doen. Dus al die dingen zijn gewoon hè, op mijn pad gekomen. Dat is niet zomaar gewoon. Dat is een kwestie van toepassen van personal branding, maar daarover later meer. Dus het heeft mij heel veel voldoening gegeven, heel veel vervulling. Dus dat is... Iets wat ik heel graag deel, wat ik jou ook gun. En waarom ik dit doe? Ik ben erachter gekomen dat ondernemerschap geen kwestie is van genen of geluk, maar dat ondernemen echt een vak is. Iets dat je kan leren en iets dat iedereen kan leren. En zelf ben ik te raden gegaan bij zeer succesvolle ondernemers in het buitenland. Ik hing aan hun lippen. Ik slurpte die kennis op en ben dat gaan implementeren en dat heeft gewerkt. Intussen bestaat Passion for Work 11 jaar, hebben we duizenden mensen mogen inspireren om hun droombaan of hun droombedrijf te realiseren. En werken met een team van 14 coaches verspreid over heel Vlaanderen. Dus het is een vak, iets wat je kan leren. En bovendien ontdekte ik dat ondernemerschap echt wel een vehikel biedt om je gewenste lifestyle te realiseren. En mensen die mij al een tijdje volgen, die weten dat ik 3 jaar in Andalusië gewoond heb, waar ik 3 weken per maand vertoefde. En ik werkte van daaruit. En dat ik vorig jaar naar Ibiza verhuisd ben, waar ik een groot deel van de tijd doorbreng. En die lifestyle is iets wat mij heel erg gelukkig maakt, wat mij verrijkt.
Dus dat geeft me ook een enorm gevoel van vrijheid. Ik kan werken waar ik wil, wanneer ik wil, met wie ik wil, met de klanten die ik wil, enzovoort. En dat is hetgeen wat ik nooit voor mogelijk had gehouden. Waarom ik dit doe? Ik zie nog veel te veel ondernemers struggelen. Ze verdienen te weinig. Ze werken veel te hard. En als ik aan 100 ondernemers vraag, waarom ben jij ondernemer geworden? Dan is de kans heel groot dat er van die 195 zeggen, ik wil vrijheid ervaren. En als ik aan die 95 mensen of aan die 100 mensen zou vragen, ervaar jij echt vrijheid? Dan zijn er maar heel weinig mensen die echt die vrijheid ervaren. En dat vind ik zo jammer. Want wat ik vaak zie gebeuren, is dat mensen zijn met een hele mooie missie, die heel goed zijn in hun vak, en die soms het kind met badwater weggooien. Dat ze zeggen, het lukt toch niet. En hoe erg is het om je missie niet te kunnen leven en om je grote droom niet in de wereld te zetten? En hoe komt het dat het bij sommigen wel lukt en bij anderen niet? Omdat sommigen dat vak wel kennen. Dus dat ondernemerschap. En dat is iets wat wij met veel plezier doorgeven aan onze klanten. Dus dat is de reden waarom ik dacht van, ik ga daar een Facebook Live over doen. Ik hoop dat ik jou daarmee kan inspireren. Nieuwe pistes kan laten bekijken en de goesting kan aanwakkeren om daarvoor te gaan. Ik heb heel wat vragen binnengekregen. Ik heb er 8 geselecteerd. Het zou kunnen dat jouw vraag niet aan bod komt, maar dan komt dat omdat jou het antwoord op de vraag aanleunt bij een ander antwoord wat ik ga formuleren. Op het einde ga ik jou ook vertellen hoe wij jou kunnen helpen met onze programma's over personal branding. We hebben speciale programma's voor ondernemers en die komen in aanmerking voor subsidie van loopbaanchecks en KMO-portefeuille, maar daarover later meer. We gaan naar de eerste vraag. Dat is de vraag van Tara. En Tara zegt, beste Katrien, mijn droom is als life- en familiecoach een praktijk te hebben voor verlies, rouw, traumaverwerking voor iedereen die er nood aan heeft. Ik bekijk verlies ook in de brede zin, dood, scheiding, ruzie, verhuis, nieuwe job versus oude job, verlies van een vriend enzovoort. Maar ik wil me ook richten naar de adoptiewereld, want adoptie heeft ook te maken met trauma, rouw en verlies. Dit jaar wil ik vooral gebruiken om te netwerken, marktanalyses te doen, financieel stabieler te worden. 2019 wil ik dan eerst in bijberoep werken om te zien of ik er in 2020 in hoofdberoep mee kan verder gaan. Alleen heb ik problemen met de marktanalyse voor mijn financieel plan, vooral als ik in hoofdberoep wil gaan. Hoe kan ik best meten hoe groot de vraag is naar dit soort hulp, omdat dit vaak een verdoken hulpvraag is? Tara, dankjewel voor jouw vraag. Er komen nog vragen, maar ik ga hier al op antwoorden. Mijn advies voor jou is, wees specifiek en ga een niche kiezen. Jouw eerste insteek is heel breed. Hè? Familie, life coach, verlies in de brede zin van het woord. Waarom zou je niet de adoptiecoach van Vlaanderen worden? Hoe specifieker jij jouw niche gaat kiezen, hoe klantmagnetischer jij gaat worden. Want dan word jij in no time gezien als een specialist. Dan gaan tijdschriften jou bellen, want ze willen schrijven over dat onderwerp en ze komen bij jou terecht. Als je het heel breed gaat worden, gaat het jou moeilijker. Gaat het moeilijker zijn voor jou. Want stel je voor, je post de ene moment iets over een job verliezen, de andere moment over adoptie, de andere moment over een overlijden. Ik voel me in heel veel van de dingen waarover jij post niet aangesproken, terwijl er misschien wel één ding is wat mij wel boeit. Dus kies het onderwerp eruit waar jij de meest affiniteit mee hebt, waarvan jij voelt van, daar kan ik eigenlijk uren en dagen over praten, daar mogen mensen mij voor bellen. En het zou wel kunnen, ik ken jou helaas niet, dat een stuk rond adoptie is, omdat dat jou zo nauw aan het hart ligt. Omdat je zei dat je zelf ervaringsdeskundige was. Hè? Dus hoe verdoken die hulpvraag is, volgens mij is die hulpvraag niet zo verdoken. Ik heb mij niet verdiept in het onderwerp rond adoptie, maar ik kan me voorstellen dat daar op internet heel wat forums over zijn, dat er heel wat Facebookgroepen over zijn. En ik zou echt die groepen gaan volgen en gaan kijken wat zijn de vragen die daar leven. Als daar geen vragen leven, wil dat zeggen dat je geen professionele reden van bestaan hebt als adoptiecoach. Want de pijn moet groot genoeg zijn. Dus mensen moeten een probleem hebben. Dus het is heel belangrijk dat jij definieert wie is jouw ideale doelgroep. Waar liggen die mensen van wakker? En wat is jouw toegevoegde waarde? Dus wat kan jij bieden aan die mensen? Is dat voordat de adoptie plaatsvindt? Is dat tijdens de adoptie? Is dat nadien? Ik denk dat er heel veel problemen bij komen kijken en dat daar echt wel nood aan is. Dus die verdoken hulpvraag, volgens mij is die niet zo verdoken. Als ik kijk naar onderwerpen rond kinderwens, rond burn-out, daar wordt heel veel over gepost in groepen en op forums, op Facebook. Ik kan mij niet voorstellen dat dat over adoptie
niet zo is. Dus dat is al dat. Een andere vraag is dit een haalbaar idee volgens u met al uw ervaringen? Ik heb helaas geen glazen bol, maar ik denk wel dat daar een niche voor is. Maar alles staat of valt met heel goed die niche bepalen, de problemen kennen en daarop inspelen. En daar content over schrijven, dat mensen zien dat jij de oplossing bent voor hun probleem. Het is dan ook heel interessant om heel goed product of dienst aan te bieden, wat aanleunt bij die problemen en een hele goede prijszetting te doen. En alles staat of valt met jouw zichtbaarheid, zowel online als offline. Dus die expertstatus creëren is ontzettend belangrijk. En daar staat of valt alles mee. Dus haalbaar, dat heeft niet alleen met de markt te maken, dat heeft heel erg met jouw eigen profilering te maken. En dat is personal branding. En dat is iets wat we doen samen met klanten. Het programma heet In 7 Stappen Bereiken Wat Ik Wil. Voor ondernemers gaan we stap voor stap kijken van hoe kan jij je zichtbaar maken op een manier die past bij wie jij bent. Zodanig als ik of iemand anders of een van mijn vrienden een probleem heeft of iets vastloopt met iets van adoptie, dat we direct gaan zeggen, Tara bellen. Een andere vraag die je hebt is, als je googelt, vind je verschillende spelers op de markt voor advies omtrent een eigen zaak. Ik zie Xerius, Unizo, VDAB, Startet, KBC enzovoort. Zijn dit concurrenten van elkaar of niet? Of zijn ze in een sector gespecialiseerd of in een bepaalde stap van het startproces? Ik ga jou daar helaas niet veel over kunnen zeggen, Tara, want ik heb zelf geen ervaring met die organisaties. Dus ik kan echt niet zeggen waar je moet zijn. Ik ken ook jouw specifieke vraag niet in detail. Ik zou zeggen, klop bij hen aan en ga voelen. Zelf heb ik alles geleerd van zeer succesvolle ondernemers. Ja, en dan ook in het buitenland, omdat er op dat moment in België nog 11 jaar geleden was, er nog niet zo heel veel over te vinden. Ik vond het heel fijn om met andere ondernemers te leren en ook van mensen die 100.000 stappen verder stonden dan waar ik op dat moment stond. De mensen die daar werken zijn vaak mensen in loondienst. Dat is helemaal niet verkeerd. Zeker voor fiscaal advies of juridisch advies kan dat heel handig zijn. Maar om jou echt te laten inspireren, weet ik niet of dat voldoende is. Voor mij, ik wilde spreken met mensen die dat allemaal hebben gedaan, die daar zelf aan wakker gelegen hadden. Dus kijk maar en voel maar. En vraag gewoon rond ook aan andere ondernemers waar dat zij te raden gaan. Dus ik hoop dat dit voldoende is voor jou, Tara. Dat ik daar jouw vraag mee heb kunnen beantwoorden. En dan gaan we voort naar de volgende vraag. En ik zit er intussen 70 mensen aan het kijken en aan het luisteren zijn. Dus welkom allemaal. We gaan naar de vraag van Lieve. En Lieve zegt, hoe los je dat op als je alleen nog wilt werken voor jezelf en je passie wilt volgen en de financiële backup ontbreekt om zelfstandige te worden? Ik wil zoveel mogelijk vrouwen van overal ter wereld het systeem helpen ontdekken dat je bewust kunt gebruiken om je elke dag gelukkiger te voelen, stress en miserie in het dagelijks leven te vermijden en steeds meer vreugde te krijgen en sterker in het leven te staan. Mijn voornemens voor 2018 zijn om me daarop te focussen en te starten met mijn eigen omgeving in het Nederlands, online en offline en eens dat loopt na een poosje ook in het Engels. Wauw, Lieve, wat een ongelooflijke mooie missie heb jij. Dus dat is heel helder wat je wil. Mijn vraag aan jou is, ik nodig je uit om eens stil te staan, even te berekenen of te laten berekenen hoeveel omzet jij moet halen per maand om de levensstijl te kunnen hanteren waar jij van droomt en ook hoeveel het jou zou kosten. Jij gaat een dienst aanbieden, dus die kosten vallen wel mee. Jij hoeft geen dure winkel te huren, jij hoeft geen personeel aan te nemen, geen voorraad aan te kopen, dus de opstartkosten vallen wel mee als je begint met een eenmanszaak. Dus een kwestie van te laten berekenen hoeveel omzet jij moet halen en dan te gaan zien welk product ga je aanbieden voor die vrouwen en hoeveel producten moet je dan verkopen. Ik ga een heel concreet voorbeeld geven, want die vraag heb ik mezelf ook gesteld 11 jaar geleden. Ik ben toen gaan berekenen, of gaan laten berekenen, dat weet ik al niet meer, dat ik per maand een omzet moest hebben van 4.000 euro om de levensstandaard te kunnen handhaven die ik daarvoor had in loondienst. Ik kon mijn diensten destijds verhuren aan 500 euro per dag, dus ik had door, ik moet mezelf 8 dagen per maand kunnen verhuren. Ik ben begonnen als freelancer, ik heb een aantal van mijn contacten aangeschreven. Ik weet dat jij voor jezelf wilt beginnen, dus niet als freelancer, maar op zich maakt die redenering niet uit. Dus ga eens kijken, stel dat jij product hebt van 500 euro, hoeveel producten moet je dan verkopen? En alles staat of valt, en je gaat me dat heel vaak horen zeggen, met jouw zichtbaarheid. Dus zie dat die vrouwen jou weten te vinden.
En dat is wat we dus inderdaad leren aan ondernemers in het programma in 7 stappen bereiken wat ik wil. Dus hoe ga je je niche helder krijgen? Hoe ga je je mindset, want die is zo belangrijk hoe dat jij denkt. Als jij denkt, ja, dat gaat toch niet lukken, gaat dat ook niet lukken. Hoe ga je social media inzetten? Hoe ga jij netwerken? Wat zeg je tijdens het netwerken? Wat zeg je als ze vragen, wat doe jij? Hoe ga je jezelf verkopen op een manier die bij je past? Dus al die dingen gaan aan bod komen in dat programma. Ik ga een concreet voorbeeld geven, want die 7 stappen die kan je op alles toepassen. En ik heb daar zelf een heel mooi case van. Ik heb die dus jarenlang toegepast bij de uitbouw van Passion for Work. Dus dat werkte heel aardig. Ik heb vorig jaar in april de sleutel gekregen van mijn appartement op Ibiza. Ik wilde dat ook verhuren als ik er zelf niet was. Nu, april is al heel dicht tegen het hoofdseizoen. En als je Ibiza een beetje kent, weet je dat de zomer echt top is. Als je op 12 april een sleutel krijgt, je moet nog een heel appartement gaan inrichten. En op een eiland duurt dat lang. Dan mis je die zomer. Ik heb die 7 stappen die toegepast had op Passion for Work en die ik al zo vaak had uitgelegd aan andere ondernemers, ik heb die toegepast op Passion for Ibiza. Dus dat bedrijf wat ik nog heb, hè, naast Passion for Work. En het hele mooie is dat dat ongelooflijk goed gelopen is. Ik heb daar al wel €17 aan uitgegeven. Ik heb 1 keer geadverteerd op Facebook, €17. Ik heb geen enkel agency ingeschakeld. En ik heb waanzinnig veel kunnen verhuren. Dus in no time, met heel weinig kapitaal, €17, is het mij gelukt om vorig jaar heel goed te verhuren. En dat is geen kwestie van toeval, dat is een kwestie van die stappen te kennen. Het is mij ook gelukt om in de Ibiza-magazine een artikel te hebben. Het is mij ook gelukt om in het laatste nieuws te komen en ik ben daarvoor gevraagd. Dus ik heb niet zelf gebeld en zo, die mensen zijn op mijn pad gekomen. En dat heeft te maken met die branding. Dus het werkt voor alles. En dat is het fijne daaraan. Eens dat je de stappen kent, kan je het op alles gaan toepassen. Dus lieve, ik weet dat jij live niet aanwezig bent. Maar als je de replay bekijkt, dan hoop ik dat ik jou heb kunnen inspireren. En kunnen motiveren om jouw mooie missie in de wereld te zetten. Dan de vraag van Johan. Johan zegt, beste Katrien, ik ben 58. Ik werk fulltime voor een sociale organisatie en ben zelfstandig in bijberoep. In mijn fulltime job is de drive verdwenen. Ik kan me elke dag nog wel sterk inzetten, maar de energie vind ik vooral in mijn bijberoep. Nog 4 jaar en ik kan eventueel met pensioen gaan. Toch, eigenlijk zou ik toch alles willen inzetten op dit bijberoep. Iedereen raadt me dit af. Te laat, zeggen ze. Wat denk jij? Moet ik echt uitbollen en even geduld hebben of kies ik voor energie? Dank alvast, Johan. Johan, ik krijg kippenvel van jouw vraag. Wat denk je dat mijn antwoord gaat zijn? Ik weet niet hoe het bij jou is, maar in mijn leven is energie de barometer voor alles. Dus wat mij energie geeft, daar ga ik meer van doen. Wat mij energie kost, daar ga ik minder van doen. Dus mijn advies aan jou is van omring je met de juiste mensen. En ik bedoel niet dat die mensen die dat afraden niet de juiste mensen zijn, maar omring je met mensen die jou supporten, die jou ondersteunen. Waarschijnlijk zijn die mensen bang en zijn dan zelf geen ondernemers of geen succesvolle ondernemers en willen die jou behoeden. Ik raad ook aan om bij een sociaal secretariaat even na te vragen wat de financiële consequenties zijn van jouw keuze. Dus dat je heel goed weet van wat is het voordeel, wat is het nadeel. Als zelfstandige kan je heel wat kosten inbrengen die als werknemer niet kan inbrengen. Dus mijn vraag aan jou is waarom zou je niet vanaf nu al 4,50 gaan werken en dat bijberoep al stilaan opstarten? Ik ken jou niet, ik weet ook niet wat jouw gewenste lifestyle is, maar voor mij is het nooit te laat om te starten met ondernemen. Ik raad jou ook aan om succesvolle rolmodellen te zoeken, dus mensen die op latere leeftijd starten met een bedrijf. Ik heb de eer en het genoegen om zo'n aantal mensen begeleid te hebben. Ik denk aan Nelly de Keijer bijvoorbeeld. Zij is op haar 63ste begonnen als narcismecoach. Zij is intussen een aantal keer op de radio geweest. Zij heeft in psychologiemagazine gestaan en ze begeleidt heel veel mensen nu en heeft een hele grote voldoening van iets wat ze doet. Dus Nelly volgde ooit de VIP-coaching. Ik ken nog mensen die in de 70 waren die een bedrijf gestart zijn. Dus het is nooit te laat. En als je energie gaat krijgen, gaat dat zo'n positieve impact hebben op de rest van jouw leven. Ja, gaat jouw gezondheid ten goede komen, je gaat nieuwe mensen leren kennen. En als je energetisch bent, ja, dan ben je magnetisch en dan gaan mensen naar je toe komen. Dus je hebt er hele mooie dingen op jou liggen te wachten. En ik wens jou alle succes daarmee. Dus ik vind het een hele fijne vraag. We krijgen trouwens meer en meer mensen van achter in de 50 en de 60 die bij ons komen
aankloppen. Ik vind dat alleen maar een heel mooie tendens. Dan ga ik naar de vraag van Christa. En Christa zegt, in de loopbaanbegeleiding bij Isabel kwam een van mijn passies naar boven, namelijk het geven van massages. Nu is het al een aantal jaren een hobby waar ik te weinig tijd voor gemaakt heb en kon maken. Nu sta ik op een scharnierpunt om te weten waar ik naartoe wil. Mijn contract als secretaresse is verbroken. Vrijdag is mijn laatste werkdag. Zou ik het aandurven of niet? Het mag geen financiële flop worden zoals bepaalde zaken uit mijn verleden. Ik mag niet blijven beroepen op mijn ouders die hard gewerkt hebben voor hun centjes. Dus mijn vraag, hoe schat ik op een realistische manier mogelijke risico's in? Dag Christa. Dank je wel voor je vraag. En heel terecht dat je zegt, het mag geen financiële flop worden. Dat zou heel jammer zijn, want het hoeft geen financiële flop te worden. Dus ik raad jou, zoals ik aanbevolen heb aan Lieve, ook aan om te gaan berekenen hoeveel omzet moet jij halen per maand om daar goed van te kunnen leven. En hoeveel massages moet je daarvoor geven? Want wees ook realistisch. Het is niet haalbaar voor jou, denk ik, om per dag 8 of 9 massages te geven. En hou er ook rekening mee dat je niet alleen die massages moet geven, maar dat je ook zal moeten werken om die mensen bij jou op de tafel te krijgen. En ooit zei een van mijn businesscoaches dat je 60% van je tijd moest investeren in marketing, in zichtbaarheid. En ik dacht toen, jeetje, 60% van je tijd, wat is dat veel? En ik denk dat die gelijk heeft. Dus hou daar ook rekening mee dat een stuk van jouw tijd niet factureerbaar gaat zijn. En waarom niet starten volgens de weg van de geleidelijkheid? Dus dat wil zeggen van, ik weet dat je secretaresse bent, om bijvoorbeeld 3/5 of 4/5 als secretaresse te werken en daarnaast te starten in bijberoep. Want het gaat even duren voor het vliegwiel. Dat is het woord dat ik heel vaak gebruik in het programma van de 7 stappen. Dus dat programma over de zichtbaarheid, voordat vliegwiel op gang komt. In het begin gaat dat heel veel moeite kosten. En dan denk je, oh, wat doe ik er allemaal voor? En een eerste nieuwsbrief schrijven en een eerste Facebook-campagne. Maar in het begin heb je heel weinig volgers. Dus je hebt dat allemaal nog nooit gedaan. Dus dat schrijven kost best veel energie. En de respons is vrij beperkt, omdat je nog niet zoveel volgers hebt. Maar het is dan heel interessant om toch door te zetten en meer en meer en meer volgers te gaan creëren. En zo ga je dat vliegwiel op gang brengen en gaat er een stroom op gang komen die altijd maar gemakkelijker en gemakkelijker werkt, maar dat heeft tijd nodig. Dus als jij zou zeggen van, oh, ik start binnen een maand volledig als zelfstandig als masseuse, dan denk ik dat de kans groot is dat dat een heel groot risico is. Dus mijn advies is, start geleidelijk aan, bouw het op, leer hoe dat je klant magnetisch wordt en dan kan er iets heel moois op gang komen en dat je stelselmatig het hoofdberoep gaat afbouwen en het bijberoep gaat uitbouwen. Voilà, dat is mijn advies voor jou, Christa. Intussen zijn we met 82 mensen aanwezig, dus welkom voor degenen die er nog bijgekomen zijn. Dan komen we bij de vraag van Michael. Michael zegt, hoe de voordelen van bijberoep houden als je steeds meer opdrachten krijgt? Michael, ik vind het een hele leuke vraag. Dank je wel daarvoor. Dus het wil zeggen dat jij het vliegwiel al een stuk op gang hebt gekregen, dat je al klanten hebt en blijkbaar heb je geen tijd om al jouw klanten te bedienen. Ik ken jou niet, dus ik weet niet wat jouw gewenste lifestyle is, hoe jij jezelf ziet binnen 5 jaar. En ik zie 2 mogelijke antwoorden, afhankelijk van wie jij bent en wie jij wil zijn. Een eerste mogelijkheid is als je te veel opdrachten binnenkrijgt, om die door te geven aan andere freelancers. En die kunnen werken onder jouw naam of die kunnen werken onder eigen naam. En je kan er bepaalde commissie voor vragen. Dus elke keer als je iemand doorverwijst die jezelf niet kan helpen, dan kan je daar een stuk passief inkomen op krijgen. Dat is 1 mogelijkheid. Een andere mogelijkheid is dat je zegt van, goh, dat ondernemerschap dat kriebelt zo bij mij. Ik zou heel graag dat gaan uitbouwen. Ik ga mijn hoofdberoep afbouwen en ik ga volledig zelfstandig worden. Er gaan heel veel geruchten de ronde van, oh, in België is het fiscaal helemaal niet interessant om ondernemer te worden. Ik ga daar niet mee akkoord. Er zijn heel veel wel interessante fiscale maatregelen en je kan als zelfstandige veel meer verdienen dan je ooit in loondienst hebt verdiend, maar je moet weten hoe. Zelf heb ik het geluk gehad dat ik een hele goede fiscalist ben tegengekomen, helaas na 10 jaar ondernemerschap, maar toch, ik ben er heel blij mee, beter laat dan nooit en hij heeft mij heel veel geleerd. Het is ook die namen, dus mijn netwerk dat ik mee ter beschikking stel. Dus jouw vraag zou een hele mooie vraag zijn om in de VIP-coaching te bekijken. Ik zal er ook later meer over vertellen wat dat precies is. Voilà. Dus
Het zou fijn zijn om dat samen met jou aan de slag te gaan, hè, met die vraag en te gaan kijken wie jij bent en hoe dat we daar een bedrijf kunnen opbouwen dat past bij jouw gewenste lifestyle en bij wie jij wilt zijn. En dan komen we bij de vraag van Miranda. Miranda zegt, ik ben zelfstandig life coach in bijberoep. Zou jij mij misschien wat tips kunnen geven die kunnen helpen om cliënten zover te krijgen de stap te zetten? Miranda, ik denk dat het een vraag is die bij veel herkenbaar is en alles staat of valt met wie is die ideale klant voor jou en wat is die zijn probleem en wat is jouw toegevoegde waarde? Dus opnieuw, die online en offline zichtbaarheid is zeer belangrijk. Komt dus aan bod in dat 7-stappen-programma. En cliënten zover krijgen dat ze de stap zetten, heeft allemaal te maken met vertrouwen en met die expertstatus. En ik ga nog heel even iets zeggen, want het schiet me nu te binnen. Een boek wat ik aanraad, wat heeft nog te maken met de vraag van Michael, maar het is voor iedereen interessant. Ik zei net, als ondernemer kan je veel meer verdienen dan in loondienst. Ik raad jullie het boek aan, Rijke Pa, Arme Pa, van Robert Kiyosaki. Ik zal straks de link nog even onder de video plaatsen. Dus Rijke Pa, Arme Pa van Robert Kiyosaki was voor mij een absolute eye-opener, waarbij er hele nieuwe visies rond ondernemerschap en over geld gegeven werden. Zoals ik zei, ik kom niet uit een familie van ondernemers, dus ik kende daar helemaal niks van, maar mijn ogen gingen open. Dus terug naar Miranda. Dus het gaat allemaal over die ideale klant kennen, hun problemen kennen, zien wat jouw toegevoegde waarde is, een goede prijssetting doen en niet het volgens uurtje factuurtje werken, maar echt in programma's gaan werken en dan vooral werken aan die zichtbaarheid. Dan komen we bij de vraag van Inge. En Inge zegt, dag Katrien, ik ben volop mijn energiegevers, kwaliteiten en talenten in kaart aan brengen in de loopbaancoaching. En onderweg kwam ik steeds meer in contact met ondernemerschap en blijft mijn interesse en enthousiasme hiervoor groeien. Geweldig. Ik heb echter nog geen duidelijk of concreet beeld of en hoe ik mijn talenten zal kunnen inzetten en een meerwaarde kan bieden. Mijn vraag is dus, hoe zet je die eerste stappen, je passie en interesses in een concept of bedrijf gieten? Dag Inge, ik denk dat jouw vraag heel herkenbaar is voor velen en fijn dat je aan de slag bent met ons programma In 5 Stappen Weten Wat Ik Wil. Jouw vraag sluit aan bij stap 4 en stap 5 van dat programma. Dus in stap 1 ben jij in kaart gaan brengen wat is voor jou belangrijk in je werk. Stap 2, wat kan jij goed en doe je graag. Stap 3, wat zou ik graag willen ontwikkelen. Stap 4, ga kijken welke pistes passen bij jouw persoonlijkheid en ook rekening houden met jouw waarden, talenten en wat je wil ontwikkelen. En in stap 5 ga je dat onderzoeken in het experiment. Dan ga je een dag meelopen met mensen die dat doen, ga je spreken met mensen die dat doen, ga je op zoek naar rolmodellen, dus mensen die zo leven. En als ik terugkijk naar mijn eigen zoektocht, is dit ook een van mijn vragen geweest. En ik heb destijds meer dan 50 dingen onderzocht voor ik startte met Passion for Work. Mensen geloven dat soms niet, die denken altijd dat ik met Passion for Work geboren ben, maar dat is echt het resultaat van een lange zoektocht. Wat heb ik bijvoorbeeld allemaal gedaan? Ik ben een halve dag gaan meelopen met een schaapherder. Waarom? Ik dacht, oh, dat is toch wel een leuk beroep. Altijd buiten. Ik hou van de natuur, ik hou van buiten zijn. Dus ik had er een heel romantisch beeld van. Na een halve dag had ik al heel snel door dat niks voor mij was. Ik zou mensen missen. Dus, oké, ik wist, het moet iets zijn met mensen. Ik ben gaan kijken om een B&B te openen. Een halve dag gaan meelopen. Ik zag dat dat toch ook niet zo romantisch was. Ik moest heel veel bedden opmaken, poetsen, dingen die ik echt absoluut niet leuk vind. Dus dat was het ook niet. Dus ik ben al 50 dingen gaan onderzoeken en ik heb dat allemaal opgeschreven. Wat bevalt me daaraan? Wat vind ik daar leuk en wat vind ik niet leuk? En zo ben ik de rode draad gaan zien. En zo ben ik uiteindelijk gekomen tot wat ik nu doe. En Passion for Work is zo geboren. Dus dat experiment is zo belangrijk. Leven met open zintuigen en energie en enthousiasme is de barometer. Dus ga kijken waar je enthousiast van wordt. En dan weet je, oké, ik zit op de goede weg. En gebruik ook de online mastermind groep. Inge, want jij volgt bij ons een programma, dat wil zeggen dat jij toegang hebt tot die online mastermind groep. Voor de mensen die geen klant zijn, die online mastermind groep is een besloten groep op Facebook waar je je vragen kan stellen. En er zitten op dit moment 1406 klanten in, dus je mag daar je vragen stellen, je mag daar je successen delen, je mag daar gebruik maken van elkaars netwerk. Dus in die stap 5, het experiment, stel ik ken jou niet Inge, maar stel dat jij zegt van goh, ik overweeg om
om grafisch vormgever te worden, bijvoorbeeld, dan kan jij daar in contact komen met andere grafisch vormgevers en kan jij kijken of het beeld dat je daarvan hebt klopt met de realiteit. Eens dat je helder hebt wat jij wil, mag je die mastermind ook gebruiken om je aanbod kenbaar te maken. Er zijn al heel mooie kruisbestuivingen ontstaan. Heel veel mensen hebben klanten gevonden en samenwerking gevonden in die mastermind-groep. Dus gebruik dat zeker, dat is echt goud waard. Dat was de vraag van Inge. En dan komen we bij de laatste vraag, dat is de vraag van Gert. En Gert zegt, wanneer weet je dat het moment is om van zelfstandig in bijberoep naar hoofdberoep te gaan? Dat is ook zo'n belangrijke vraag, Gert. Ook een vraag die heel veel mensen zullen herkennen. Het antwoord is, alles hangt samen met het bedrag dat jij nodig hebt per maand om je huidige levensstandaard te handhaven. Dus laat dat berekenen of ga dat berekenen hoeveel omzet dat je moet halen om het leven te kunnen leven wat je nu hebt. Dat is het eerste. Dus dat is belangrijk. En ook hoeveel energie krijg je nog van je hoofdberoep. Dat is ook een belangrijke barometer. Als je dat nog heel leuk vindt, is er niet veel aan de hand. Als je dat niet meer leuk vindt, overweeg dan toch om van 4/5 naar 3/5 te gaan, of van fulltime naar 4/5 enzovoort, om dat stelselmatig te gaan afbouwen. Dus ook daar weer de weg van de geleidelijkheid. Ik weet wat jij doet, Gert. Ik weet ook dat jouw dienst seizoensgebonden is. Dat jij heel veel werk hebt in de zomer en minder in de winter. Ik weet ook wat jij in hoofdberoep doet. Dus het zou kunnen dat je zegt van, ik ga die marketing, wat ik in hoofdberoep doe, ik ga dat aanbieden als freelancer in de winter, zodat ik mij beschikbaar kan maken in de zomer en daar veel meer kan werken. Ik raad jou ook aan om eens te gaan kijken in het buitenland. Hoe doen andere mensen die hetzelfde beroep hebben als jij, in bijberoep dan, hoe doen zij dat? Hoe overbruggen zij die winterpiek? Heb jij nog andere talenten die je zou kunnen vermarkten? Dus allemaal vragen waar we binnenkort, want jij gaat deelnemen aan de 7 stappen, waar we binnenkort dieper op in zullen gaan. Dus ook dat is belangrijk, van ga op zoek naar alternatieven, ga op zoek naar rolmodellen, want dat werkt zo inspirerend. Ik kan eigenlijk een eigen voorbeeld geven. Toen ik in mijn zoektocht van die 50 beroepen waar ik net over vertelde, op een avond aan het googlen was, kwam ik op de website terecht van Talent First van Huub van Swieten. En ik weet dat ik die site bekeek en meteen werd ik waanzinnig enthousiast. Ik had zoiets van, wauw, wat die man doet, ja, dat was wat ik van droomde. Alle aspecten zaten daarin. En voor mij is Huub van Swieten zo belangrijk geweest, omdat hij mij heeft durven doen geloven in mijn droom. Want als er één iemand op de wereld is die doet wat jij van droomt, wil dat zeggen dat dat mogelijk is. Dus ga op zoek naar rolmodellen, eventueel in het buitenland, en kijk of er mensen zijn die daar wel in hoofdberoep echt van kunnen leven. Dat werkt waanzinnig inspirerend. En ga dan ook kijken hoe zij dat doen. Ga die mensen volgen. Dus Gert, dat is mijn antwoord op jouw vraag. We gaan er binnenkort op 10 februari dieper op in als jij de 7 stappen volgt. Dat waren de 8 vragen. Ik ga even zeggen hoe wij aan de slag kunnen gaan met ondernemers. Wij werken volgens de filosofie van personal branding. Dus ik ga dat even laten zien. Dat is het proces van personal branding. En zoals je hier ziet staan, alles staat of valt met jouw identiteit. Dus we gaan eerst kijken, wie ben jij? Wat is voor jou belangrijk in je werk? Wat kan jij goed en doe jij graag? Wat zou jij graag willen ontwikkelen en vooral waarvoor wil jij gebeld worden? Want dat is zo belangrijk om dat helder te krijgen. En dit komt aan bod in het programma In 5 Stappen Weten Wat Ik Wil voor Ondernemers. En dat wordt gegeven door onze loopbaancoaches. Dus de 14 coaches verspreid over heel Vlaanderen gaan met jou je carrièrepaspoort opmaken. Het is ook interessant om dit heel goed te kennen, om die informatie te hebben om jouw rol als ondernemer heel goed te kunnen definiëren. Als dit helder is, wat jij wil, dan ga je dat naar buiten brengen. Want in de branding is het ook belangrijk dat de wereld jou weet te vinden. Je gaat dat naar buiten brengen, hier in je gedrag en in je communicatie, online en offline. En de buitenwereld gaat op basis van wat jij laat zien en horen, kan die jou een bepaald imago toedichten, wat dan weer effect heeft op jouw identiteit. En dit is het proces van personal branding. En zo ga je steeds meer en meer jezelf worden. Dus het programma In 5 Stappen Weten Wat Ik Wil situeert zich hier. Het programma In 7 Stappen Bereiken Wat Ik Wil over zichtbaarheid situeert zich hier. Dit wordt door de loopbaancoaches gegeven. Dit wordt door de loopbaancoaches of mezelf gegeven. Als het door mezelf gegeven wordt, is dat in groep. Bij de loopbaancoaches is het individueel.
als je zegt, ik ben ondernemer en ik wil dat volledige palet en ook nog stilstaan rond prijszetting. Ik heb vragen over samenwerkingen opzetten enzovoort. Ik heb per jaar een plaats in mijn agenda voor 15 ondernemers die ik coach in VIP-coaching. En dus dan ga ik samen met die mensen doorheen het hele verhaal. Het gaat ons te verleiden om al die programma's toe te lichten, om de prijzen te noemen. Het staat allemaal op de website. Ik heb de link hiernaast gezet, hè, dus ons aanbod. Dus ga daar gerust even kijken. Alle programma's komen in aanmerking voor Vlaamse subsidie, dus voor loopbaanchecks en voor KMO-portefeuille. Dus dat is ook iets wat ik toch ook graag kenbaar maak. Heel veel zelfstandigen weten niet dat ze ook recht hebben op loopbaanchecks. Dus je kan dan 8 uur coaching krijgen voor 80 euro. En de werkelijke waarde is 1100 euro. Dus een enorme subsidie vanuit de Vlaamse overheid om mensen te doen nadenken en te helpen bij dit soort vragen. Dus gebruik dat zeker. Ik kan niet met iedereen van jullie in gesprek gaan, maar ik doe dat wel graag, ik of mijn collega's. Dus als jij vragen hebt, dan kan je een gratis telefonisch kennismakingsgesprek aanvragen. Ik heb de link ook hieronder gezet of hiernaast. Dus wij kijken er naar uit om jou te horen, te ontmoeten en met jou aan de slag te gaan en om jouw ondernemerschap een boost te geven, zodat jij je droombedrijf kan realiseren. Ik heb nog 10 minuutjes tijd. Zijn er mensen die een vraag hebben? Dan mag je ze typen en dan ga ik ze met plezier voor jou beantwoorden. Dirk zegt, kan ik als HSP ook bij jullie terecht? Dirk, heel graag. Ik ben zelf HSP'er. Voor mij was ondernemerschap de enige vorm waarin ik als HSP kan functioneren. Al onze coaches zijn vertrouwd met HSP. Vele van hen zijn ook zelf hoogsensitief, hè, voor mensen die het HSP niet kennen. Dus absoluut. Dus wij gaan met jou meedenken over hoe dat jij jouw talent kan gaan inzetten op een manier die past bij wie jij bent. Catherine zegt, wat is de impact van social media voor personal branding? Catherine, die is enorm. Zoals je ziet, zijn wij zelf zeer actief. Ik raad ondernemers ook aan om actief te zijn op social media, want social media is een enorm belangrijk stuk hier, hè, dus voor zichtbaarheid. Er waren een aantal mensen die vandaag hebben gezegd van ja, ik wil heel graag volgen, maar ik zit niet op Facebook. Die mensen willen volgen, zijn geïnteresseerd in ondernemerschap, dus ik raad ook aan, als jij geboeid bent door ondernemerschap, maak een Facebook-profiel aan. Je hoeft er daarom nu nog niet veel mee te doen, maar ga mensen toevoegen. Want als jij binnen een jaar moet starten en dan nog niemand hebt in jouw netwerk, ja, dan komt dat vliegwiel veel trager op gang. Kathleen vraagt, ik kan niet alle, het is een aantal vragen die al naar boven geschoten zijn, maar ik ga ze straks wel bekijken. Ik ga die mensen een pb sturen, hè, dus met het antwoord. Kathleen zegt, wanneer gaat de volgende 7 stappen door? Ik kan niet op 10 februari. Nu, 10 februari zit ook vol. De volgende, die datum moet ik nog prikken, want we hebben heel wat mensen op de wachtlijst. Dus ik organiseer het normaal gezien om de 2 maanden. Maar omdat ik zoveel mensen op de wachtlijst staan, ga ik vroeger een datum prikken. Dus Kathleen, ik ga jou, zodra ik de datum weet, een seintje geven. Isabel zegt, kan je zelfstandig in bijberoep worden voor de duur van een opzegperiode als bediende? Isabel, dat vind ik een moeilijke vraag. De antwoord weet ik niet. Ik zou die vraag bijvoorbeeld voorleggen bij Unizo. Dus ik durf daar geen uitspraak over doen, want ik ben daar, ik weet niet wat de impact daarvan is. Dus, maar Unizo, die gaat jou zeker kunnen helpen. Sandrine zegt, is een niche zo belangrijk of is het mogelijk om al te starten in bijberoep en gaandeweg te ontdekken welke niche mij ligt? Sandrine, een niche is ontzettend belangrijk. Dus ik raad aan om als experiment, voordat je gaat starten, te gaan onderzoeken welke niche jou het meest ligt en dan zo te starten. Waarom? Naar imago toe. Jouw start gaat veel succesvoller zijn als jij je van in het begin richt op een niche. En naar imago toe, stel dat je zegt, je doet dat gaandeweg wel. Jouw opstart gaat veel trager zijn. Gaat jou veel meer moeite kosten, minder voldoening geven. En als jij een paar keer verandert van niche, gaat dat naar imago toe heel raar zijn. Dat is hetzelfde als dat Volvo zich de ene moment gaat profileren als de veiligste en dan als de duurste en dan als de gezinsvriendelijkste enzovoort. Dus denk heel goed na over jouw branding voordat je naar buiten gaat. Maar dat denken we, we gaan met jou meedenken als je wil.
Dus je hoeft dat niet alleen te doen, maar doe dat experiment. Dus dat is de stap voordien. Dus dat experiment zit hem echt hier, voordat je naar buiten gaat. Kathleen zegt, laatst zei iemand me dat het digitale tijdwerk over zijn hoogtepunt is. Klopt dat? Ik wil namelijk iets bijna volledig online opzetten. Kathleen, dankjewel voor jouw vraag. Ik geloof helemaal niet dat het digitale tijdwerk over zijn hoogtepunt is. Absoluut niet. Ik heb zelf training gevolgd bij Ilko de Boer. Ik heb 6 dagen doorgebracht bij hem. Hij is een zeer succesvolle internetondernemer. Ik heb daar samengezeten met waanzinnig succesvolle internetondernemers. En ik heb daar hele mooie verhalen gehoord. En dat wordt alleen maar meer en meer en meer. En sneller en groter. En ik denk dat vandaag de dag, als je het niet digitaal speelt en niet via social media en online, dat het een pak moeilijker wordt. Maar dat is mijn visie. Dus volgens mij is er nog heel veel terrein te ontdekken en nog heel veel terrein dat braak ligt daar. Nog 3 minuutjes. Als er nog iemand een vraag heeft, ik ga even kijken of ik nog kan scrollen. Dat lukt me niet. Dus voor de mensen die net een vraag gesteld hebben, ik ga die straks of morgen of in het weekend beantwoorden, want ik kan technisch gezien niet jouw vraag terugzien. Voilà, ik zie geen nieuwe vraag meer binnenkomen. Ik vond het heel leuk om te doen. Het was wel spannend, maar zo groeien we, hè? Dus uit de comfortzone. Ik hoop dat ik jou heb kunnen inspireren en dat jij toe bent aan de volgende stap. En heel graag tot kijk en goeie avond. Dag!